Nou, tegenwoordig schijn je hier een kaart voor te krijgen. Ik snap er niks van, Joeri. Nee, ik ook niet. Want zo erg was het toch niet? Erg genoeg om een kaart voor te krijgen. Oh, yo, dames en heren, mijn naam is Don. Leuk dat je weer kijkt naar alweer de laatste FIFA 15 aflevering Road to Juventus. Nou, je ziet het. Het is pittig Juventus. Het is bijna het ideale Juventus wat je zou kunnen bedenken. Maar ja, dan zie je opeens Chiellini die een rode kaart heeft. En dat is dan weer een beetje jammer. Dus om Chiellini tijdelijk te vervangen hebben wij Bazzagli gehaald. Dus dan zetten we die gewoon even lekker op zijn plekje neer. En dan is dit ons teampie op het moment. Dus dan gaan wij deze laatste wedstrijden even spenderen tegen SG Gundelsheim. En Oké. Veel succes met jongen. Gelukkig is het geen D-ranker. Maar ja, waarom zou je D-ranken op zo'n beetje de laatste momenten van dit spelletje? Dat slaat helemaal nergens op. Mandzukic gaat er mooi langs. Is dat... ik wilde bijna frauderen, maar het werd niet gegund. In theorie zouden we dit moeten winnen. In praktijk kan dat nog wel eens verschillen. Pogba, ik zie je. Dat is de Pogbaatje hoor. Pogba tikkie. Ah nee, ik stond er niet goed genoeg voor. Oh, Vidal is er langs. Oh god, dat had ik niet moeten doen. Oké, herkansing. Oké, dan houdt hij me tegen. Dan kan ik alsnog de bal niet pakken. Oh, wat? Hij is er doorheen? Dit is een goal. Fucking, wat? Hé? Ik begrijp niks van mijn tackles die daar plaatsvonden. En natuurlijk laat hij de replay niet zien. Dus dan kan ik ook gewoon niet weergeven wat er nou uiteindelijk fout ging. Om uiteindelijk van onze fouten te leren, zodat we dat niet meer doen in FIFA 16. Oh, ja. TVS, fraude! Dat was geen fraude-tikkie. Echt, de schande is zeer groot dat ik gewoon 1-0 achter sta. En ik weet ook niet wat ik... Waarom doet hij dat, weet je? Waarom doet hij dat in plaats van tackelen? Of gewoon duwen, weet je? En dan gaat hij zo'n domme slide-beweging maken. Dat was bijna gewoon mijn kans. Of dat hij kon scoren, hè? Oké, paasjes. Ja. TVS. Ja, tikkie. Komt-ie. Het fraudeballetje. Hij is weer aanwezig. Carlos TVS, de ultieme fraudeur. Nou, dan staat het tenminste weer gelijkspel. Dan staan we weer kiet. Dan is de schande weer een beetje teruggekeerd. Of ongedaan gemaakt. Oké, Pogba. We maken die 1-2'tjes of whatever. Komt die tussendoor. Tevez. Duw. Iedereen aan de kant. Waar is mijn speler daar in het midden? Ik had toch gewoon een speler daar? Eerste helft is overigens wel voorbij. Tevez, doe gewoon het pirouetje. Ja hoor, balrolletje. Oké, dat hoeft er niet. Mag nu wel. Hoeft nog steeds niet. Oké, wat gebeurt er? De bal glipt gewoon door. Oké, Lichtsteiner langs dat lijntje. Waag het niet om hem er overheen te tikken. Oké, komt ie. Mandzukki. Waar in godsnaam ging die bal naartoe? Oké, langs dat lijntje. Lichtsteiner naar binnen. En zo. Dat zou prima zijn. Overigens dikke buitenspel. Maar het zag er wel dikke prima uit. Oké, komt ie. Wat gaan we doen? Pogba, waarom speelde ik hem zo verschrikkelijk diep? Oké, TVS. Ja. Nee, je ging net teruglopen. Dan was het hele momentum weg. Dat was zo zonde. Had gewoon even een halve seconde later gegaan. En dan was het prima. Oké, Pirlo, muurtje. Deze gaat mis. Denk ik. Oh, hij kopte hem. Wat? Hij had ook gewoon Sneijder daar neergezet en hij kopte hem gewoon. Fucking Sneijder, de kabouter hemzelf. Oké, Evra, pas op. Tevez, die wil te langs hoor. Hij gaat te langs hoor. Rennen met die benen. Mandzukic, die staat er. Koppen. Pok, dat is een briljant koppie. Hij kan het. Oké, Mandzukic, waar sta je met je koppie? Ik denk dat jij dit bent. Oh nee, dat is Bazzagli. Oh mijn god. Dat debuutkoppie tegen de lat. Oké, Pogba. Ga lopen. Tik, tik. Ah, scheids. Iets. Wat doe ik? Ik doe het weer. Oké, Pogba. In de aan. Wow. Ja, oké, dan lopen we er gewoon langs. En dan noemen we van de Pogba-tikkie. Fraude-tikkie. Hij gaat erin. We kennen hem inmiddels, hoor. Oké, je kan moeilijk doen. Maar je kan ook makkelijk doen. Door simpelweg gewoon doorheen te rennen. Is blijkbaar dus ook gewoon een optie. Oké, TVS. TVS. Daar gaan we langs. We gaan het gewoon weer doen, hoor. En wie hebben we hier? Mandzukic. Paast hem terug. Ah, dat is zonde. Dat is jammer. Oké, poging 2. Wie hebben we daar? Vidal. Nou, hey joh! Kerel, man. Hij werd zojuist gewoon omver gegooid. Oh, jemig. Niks aan de hand. Oké.
Ik weet niet waarom ik daar naartoe paaste. Dus ze stonden allemaal in de startblokken, mijn aanvallers. Tik hem. Tik hem. Oh ja, Pogba. Gaan we voor de tikkie, hoor. Hoho! Paul Pogba, manlief de wedstrijd. Tot ziens, ouwe. Oh, wat? 5400 muntjes? What happened? Oh, we hebben de titel gewonnen. Oké, kak. Wat moet ik nou weer met die muntjes? Het spel is voorbij. Verdomme. Kijk, maar nu Chiellini weer terug is, kunnen we een paar geinige dingetjes doen. Oké, we gaan het dus voor de gein eens een keer anders aanpassen. Ik heb Liechtensteiner nu gewoon rechts mid. Die gaat dan over de vleugel heen. Same goes voor Asamoah. En Pogba en Vidal heb ik gewoon op middenveld. Nou, verdediging vanzelfsprekend. En dan gaan we over de vleugel spelen en het kopje benutten van Mandzukic. Als deze opstelling me niet bevalt, verander ik hem gewoon echt gelijk terug. Oké, volgende tegenstander Manchester Pol. Dat is inderdaad een BPL gemixt met van alles. Ik ga er geen eens een naam aan geven. Het is gewoon gekke werk. Oké, let's go boys. Mandzukic in de aanval. Maak hem gek. Tok tok. Buitenkant voetje. Bam. Oké, dat is geen buitenkant voetje. Dan had ik wat meer naar beneden moeten voorlopen. Oké, wat hebben we hier? We hebben TVS. Mooi. En tussendoor. Oké, iets te veel gevraagd. Maar we hebben hier Asamoah. Laten we door de beentje heen gaan. Daarvoor gaan we. Daar gaan we. Daar gaan we. Hopelijk staat Mandzukic op zijn plek. Komt hij namelijk. Hij stond niet op zijn plek. Ik gaf hem misschien ook hartstikke verkeerd. Maar hij stond gewoon niet op zijn plek. Oké, Liechtensteiner. Die kennen we ook. Die kennen we ook. Langs dat lijntje. Langs dat lijntje. Mandzukic, die wil niet. Ik zie hem wel. Ik zie hem gewoon verschrikkelijk hard staan. Zo, hij stond daar. Hij stond nog te ver op het randje van de 16. Dat is vervelend. Want het loopwerk wordt zeg maar al voor hem gedaan. Dan hoeft hij gewoon mee te lopen. Dat is het punt. Alleen als hij niet meeloopt, dan heb ik weinig aan zijn koppie. Oké, iedereen op Piqué. Dat is de man die kan koppen. Hij tikt er ook naar. Wonderbaarlijk. Sturridge, die kon blijkbaar ook koppen. Piqué kan niet schieten. Oké, komt hij. Tik, tik. Oh ja, dat is mooi. Naar binnen. Oh ja, dat is mooi. Ik heb hier niemand anders. Ik heb hier wel iemand anders. Tussendoor. Tik hem door. Ah, Piqué in je nek. Ja, dan kan je niet koppen. Oh jemig. Oh jemig. Oh jemig. Oh jemig. Niet goed. Shit, shit, shit. Dat had serieus gevaarlijk kunnen worden. Door dat beentje. Oké, toch maar niet. Naar binnen. Ja. TVS. Ja. Doen we zo. Ja. En dan... Maak hem gek. Maak hem helemaal gek. Ik weet niet wat ik ermee moet. Ga erdoor. Ik schoot. Ik drukte op het schietknopje terwijl ik op sprint wilde drukken. Ik moet gewoon echt mezelf eraan herinneren. Omdat ik een hiervoor had ik echt een gewoon door het midden heen opstelling. Maar nu heb ik echt een vleugelopstelling. En daar moet ik echt flink op letten. Zo, hé. Pas eens even op. Nou. Het feit dat het internet ook weer niet soepel loopt is ook weer een factor van irritatie. Oh, jemig. Hij is er doorheen. Soldado. Het soldaatje. Het internetje. Oh ja, dat is hem. Buffon, doe toch. Is niet zo gevaarlijk, man. Oké, TVS. Nogmaals. Yeah. Nogmaals. Yeah. Tijd voor de fraudetikkie, hoor. Ga maar naar binnen. Dit wordt een fraude. Dat werd nog gevaarlijk. Oh, ah, nee. Nou, daar heb ik zo'n hekel aan. Mijn speler werd gewoon weggeduwd. Anders had ik echt op de bal af kunnen rennen. Let's go. Let's go. Naar binnen. Let's go. Tik hem door. Ah, ja, toch wel, toch wel, toch niet. Pas hem, scheids, penaltietje. Ongelooflijk, en het is nog een rood ook. Ik zie dat rode kaartje voorbij komen. Juan Bernat. Juan, why you do this? You were the only Juan who could save it. Vidal achter de bal, rechts bovenin. Pok. Easy. Oh, ja, dankjewel. Gelukkig staat mijn man nog op de plek. Ah, door de beentje, het is een geintje. Het is een heel mooi geintje, tussendoor. Dat... Nee, niet op die manier tussendoor. Ik zweer je, ouwe. Al verwacht je zeg maar paashulp van CPU, dan verwacht je juist dat hij inzicht heeft van wat zeg maar waar de spelers staan en waar je wil pasen. Heeft hij gewoon niet. Eerste helft is trouwens voorbij. CPU-hulp doet het vaker fout dan dat hij het goed doet. Een lekker kopje thee in de rust als je net gescoord en op voorsprong bent gekomen. Een lekker kopje thee? Echt, die commentaar, ouwe. Dat is geweldig, toch? Terry in plaats van Rakitic. Oké, we gaan er dus gewoon helemaal doorheen rennen. Ja, Asamoah. Ja, het is weer jouw tijd, hoor. Het is weer jouw tijd. Oh ja, dat is prachtig. Oh, dat is jammer dat je net niet je trucje kon doen. Ah, de balletje komt eraan. Nu hebben ze de kans. Niks aan de hand. Ik heb Evra helemaal er tegenop. Oké, ik zie een mand. Zukic. Oh man, er stond... Er stond iemand in de weg. Tik hem door. Ja, nee, tik hem.
Jemig, 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 man. Dat was toch zo krap. Oké, okay, nee, TVS, je hoorde hem niet te pakken, origineel. Dat was niet de bedoeling. Maar je, oh, al was je daar langsgekomen, had het een fraudeballetje geweest. Doe dat nooit meer. Niet Sturridge. Zie je? Niet Sturridge. Vandaag niet. Prachtig, prachtig. Rustig. Komt-ie. Ja, ja, tussendoor. Fraude! Het is geen tijd voor de fraude. Ik was niet dichtbij genoeg. Raak hem niet aan, dankjewel. Are you kidding me? Heb ik hem wel aangeraakt? Ja, TVS. Ja, in die versnelling. Tussendoor. Ja, fraude. Tijd voor de fraude. Ik was niet dichtbij genoeg. Waarom ben ik zo... Ik wil gewoon frauderen. Het is ongelooflijk. Dat woordje heb ik trouwens overgenomen. Goeie vriend van me. Shoutout naar de Bronto. Oftewel, of aka de ultieme fraudeur. Loïc Remy de Fraud. Kan ik eventjes dat verdomde balletje wegkrijgen? Tik door. Oké, ja, ik kan niet door spelers heen lopen. Dat is nog een eigenschap van me die ik nog moet afleren. Oké, we hebben hier Liechtensteiner langs het lijntje. Ik zie je staan. Ook. Siri, wat? Liechtensteiner, wat is er met jou aan de hand? Jouw crossing is normaal gesproken on fleek, on point, on fucking goed. En dat was de wedstrijd. 473 muntjes, hey. Ik was trouwens vergeten pakketjes te kopen voor onze winst. Dus dit pakketje is voor het eerste potje wat we hadden gewonnen. En Konko. En dit pakketje is voor het tweede potje wat we hadden gewonnen. En Pinar. Maar ik heb toch maar even mijn opstelling terug veranderd. Want dit beviel me eigenlijk beter. En onze volgende tegenstander is San Juan FC. Met een interessante combinatie. Oké, we gaan er het beste van maken. Ondanks het gebrek aan goed internet. Het ziet er vloeiend uit. Maar dan uiteindelijk dan speel je en dan opeens... Ja, oh ja, het is toch niet zo soepel als je... Nou, het is soepel. Die man heeft het gewoon opgelost. Heel mooi, maar hij gaat er nu in één keer vandoor. We moeten wel even die poppetjes aanpakken, hè. Dit voelt wel als een man die weet wat hij aan het doen is. Oké, hij rent op zojuist over de lijn en dan word ik gelijk voor leugenaar verklaard. Maar het gaat even om het idee. Pogba. Ja, 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 ja. Oké, daar gaan we. Paul Pogba voor de fraude. Oh, de fucking paal! Nee, man! Oh mijn god. Dat had een goal moeten wezen. Dat was de eerste echte kans die we hadden moeten scoren. We gaan ze weer tellen, hoor. Martins, die smerige, rennende man. Oh, kut. Ik heb hem niet tegengehouden bij deze tackle. Nu wordt het gevaarlijk. Hup, weg! Wat? Mijn speler stond ervoor. Hoe kwam dat schot erdoor? Ik weet niet of er iemand kan koppen in zijn team. Martins misschien? Alhoewel, dat lijkt me meer een renner en schieter, eerlijk gezegd. Oké, TVS. Mandzukic. Ja. Ja, oh, no. Ja, nog een keer, nog een keer. Nee, de verkeerde paas. Oké, TVS, dan moet jij het zelf maar doen, hoor. Ik weet dat jij zo'n gierige man bent. Tik hem, tik hem. Tik hem! Waarom wilde je niet pasen op het moment? Oh, shit. Oh, ja, dat was een... Ik zag dat balletje al aankomen naar Martins. Oh, godje. Oh godje, oh godje. Dat was op de lijn. Doe dat nooit meer. Alhoewel, zo'n redding mag nog wel eens een keer plaatsvinden. Oké, hij springt gewoon over mij heen en ik krijg een overtreding mee. Dat is altijd fijn. Het is ook altijd fijn dat als je pasen drukt bij het nemen van zo'n snelle vrije trap, dat hij dan ook gelijk werkt. Dat doet hij dus niet. Dat is een foutieve draai. Je kan niet gelijk nemen. Je moet echt serieus gewoon een seconde wachten. Oké, TVS, we gaan gewoon rennen, joh. We gaan gewoon rennen. Dat kan jij namelijk. En die fraudeballetjes, die ken jij ook. Ah, weer een paal. Op zich, die... Ik weet niet of dat een serieus echte kans was. Die had zou zitten. Want we kwamen een beetje uit een nare hoek. Maar het was op zich wel een poging waard. TVS. Oh man, de fraude die uit jouw benen komt. Dat is ongelooflijk. Pogba. Shit. Oké, zo dan. Openen. Of je wordt gewoon even in je fucking nek geheigd. Nou, tegenwoordig schijn je hier een kaart voor te krijgen. Ik snap er niks van, Juri. Nee, ik ook niet. Want zo erg was het toch niet? Erg genoeg om een kaart voor te krijgen. Oh, Pirlo. Shit. Hij wil zo graag pasen naar die ene man. Oké, never mind. Het is Martins. Ik had niet door dat het Martins was. Weg! Oh god, dat is weer de tweede. Dat is de tweede. De Liechtensteiner deed het ditmaal niet. Maar het is wel zo'n tweede balletje. Fucking salade. Salade. Weer. Het wordt er weer zo een.
Ongelooflijk dit. Die had geen eens moeten zitten. Die had echt niet moeten zitten. Ik had 3 verdedigers of zo die allemaal konden koppen daar. En er gebeurde gewoon niks. Die man kwam aanrennen als de hulk en hij stootte gewoon iedereen omver. Eerste helft is voorbij. Oké, we hebben hier Pogba. We gaan... Ik wil voor die fraude gaan. En dat is nu aanwezig. Nee, hij had bij die ene aanname dat hij nog even zijn voet uitstak. Daar had hij hem eigenlijk naar beneden moeten tikken. Zoals ik dat aangaf, ook op mijn controller. Dan had ik een goal gehad. Oké, Mandzukic. Ja. Ja, dat is hem. Dat is hem. Of toch niet? Al gaat hij even aan de kant. Ik verneuk het. Dan kom ik in een onmogelijk hoek. Ik moet echt recht voor het doel staan. Oké, kop. Oké, wie hebben we hier? Kadira, schiet! Man, zoveel mensen kunnen gewoon niet schieten. Oké, Pogba. Naar beneden. Ja. Tik! Ik dacht, ik doe het gewoon zelf met Pogba. Want dan kan ik tenminste nog wat proberen, maar... Man. Oh, natuurlijk. Is het nog even iets tegen? Kost allemaal weer extra tijd. Dankjewel voor de bal. Daar had je langs gemoeten. Tevez! Naar binnen. Er langs. Oh, kom op dan. Je bent zo moe. Oké. Vidal, kom op dan. Schiet hem. Nee, buitenspel. Come on, nee. Oh, het is een serieus zo eentje. In de blessuretijd doet hij dit. Yo, al had ik voice chat, had ik gewoon echt je hele moeder uitgescholden. Boeit me niet of het een aardige vrouw is. Als je serieus zo gaat spelen, dan verdien je gewoon echt kak op je stoeprand. Oh man, dit had ik echt niet mogen verliezen. 417 muntjes. En ik heb ook gewoon meer schoten op doel. Nou, en eigenlijk bij dit frustrerende potje eindigt eigenlijk deze serie. Nou, aangezien wij nog iets van 17.000 muntjes hebben, laten we eens even geinig doen. Laten we gewoon even eentje openen. Laten we dat niet doen, want toen zag ik opeens dat het zilver was. En dan krijgen we nu echt opeens Ronaldo of zoiets. En dan zit ik echt, ja, dag. Het is Iraola. Oké. En het volgende pakketje weet te brengen. Dos Santos. En het laatste gouden klootpakketje. Jagielka. En dat was het. Bedankt voor het kijken naar deze FIFA 15 avonturen met mij. Vanaf volgende week gaan wij dus verder met FIFA 16. En dan gaan wij gewoon even kijken wat wij ervan zullen maken. In ieder geval bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke aflevering? Doe dan even een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende FIFA 16. Doei doei!